Nederland moet winnen van Frankrijk om kans te houden op een plaats in de kwartfinale op dit Europese kampioenschap. Maar de Fransen zijn sterk en zoeken meteen de aanval. Nederland komt er nauwelijks uit en er is al heel snel een achterstand voor het Nederlands elftal. En dat is niet best. Nederland probeert nog wel voor rust gelijk te maken, maar dat lukt niet. De ruststand is 1-0 voor Frankrijk en in de tweede helft is het alles of niets. Daar gaat het Nederlands elftal. En daar is de gelijkmaker. Het is 1-1. En Nederland wil meer. De Franse verdediging wordt onder druk gezet. Zozeer dat er een eigen doelpunt wordt gescoord. En Nederland leidt met 2-1. Kan het deze voorsprong vasthouden? De Fransen hebben een gemeen trucje. Wordt dit gezien door de scheidsrechter? Jazeker. Een rode kaart. En Frankrijk moet verder met een speler minder. En dat maakt het voor Nederland makkelijker. Hou stand, hou stand. Dat doet Nederland. De zege is binnen. 2-1 voor Oranje. De kwartfinale blijft in zicht en de Fransen treuren.